Ik ben Noval, ik ben 12 jaar oud en ik zit op de BAVO-kring. Dus ze kwam me helpen met de middelbare school, naar welke middelbare school ik ging en met wat er allemaal bij hoort. De overgang van basisschool naar middelbare school kan best spannend zijn. En daarom koppelen we bij MOVE leerlingen van de basisschool, met name groep 8, aan een student. Want die student heeft die overgang al eens meegemaakt. En samen leren ze elkaar kennen en bespreken ze wat het is om naar de middelbare school te gaan. En samen leren ze wie ben ik, wat is mijn talent en wat komt er allemaal kijken bij een goede schoolkeuze. Een leerling helpen naar de overgang naar de middelbare school. Dus samen met die leerling ben ik bezig geweest met bepaalde opdrachten. Dus die opdrachten gingen bijvoorbeeld over wat een kind al weet over wat er gaat veranderen bij de middelbare school. En ook wat hij belangrijk vindt van waar er aandacht aan wordt gegeven op de middelbare school. We hebben elkaar gesproken via de computer. Ja, de kinderen met wie we werken, die krijgen we via scholen. Dat zijn kinderen die bijvoorbeeld geen oudere broer of zus hebben die al naar de middelbare school gaat. Of geen ouders die het Nederlandse schoolsysteem kennen. Nou, ik vond werken met kinderen altijd heel erg leuk. En ik heb heel veel oppaswerk gedaan. En ik zit ook bij de jeugdcommissie van mijn oude tennisvereniging. Dus het leek me ook heel erg leuk om hier aan mee te helpen. Nee, ik kende het eerst nog niet, want ik woonde eerst in Groningen. Toen ging ik naar Utrecht toe voor mijn studie. En via mijn studievereniging ben ik daar dus achter gekomen. Kinderposteugels ondersteunt MOVE Maatjes, omdat dat voor ons belangrijk is. Het verbindt de kinderen en de jongeren aan elkaar, wat de kinderposteugels heel belangrijk vindt. En het geeft kinderen een extra ondersteuning die dat nodig hebben als ze van de basisschool naar de middelbare school gaan. En wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Als je goed in je vel zit en je lekker voelt, dan kan je ook makkelijker leren. Dus dan sociaal, emotioneel en cognitief kan je dan beter tot je recht komen. En dan ben je beter voorbereid op de toekomst. Gewoon informatie over huiswerk en hoe ik naar mijn middelbare school ga. Het is niet echt in de buurt. Ik ga denk ik met de fiets of met de metro. Voor leerlingen kan het echt wel spannend zijn om naar de middelbare school te gaan. Hoe werkt het hier? Wat is een mentor? Wat is een kluisje? Waar vind ik het kluisje? Hoe gaat dat op zo'n eerste schooldag? De rol die kinderposteugels bij dit project vervult is financier. Maar wij hebben heel goed contact met de organisatie. We wisselen kennis uit. En naast geld ondersteunen we ze dus ook met kennis en netwerk. Ik denk wel dat het nodig was. Omdat het heel lastig is voor sommige kinderen om een school uit te kiezen. En niet alleen dat, maar ze vinden het gewoon lastig. Als ik ouder ben, zou ik ook wel andere kinderen graag helpen. Ik vond het zelf in ieder geval heel erg spannend om naar een helemaal nieuwe school toe te gaan. Maar als je dan met een maatje erover kan hebben, dan kan je ook gewoon een beetje die ervaringen van een wat oudere persoon horen. En dan, ja, dan hoor je ook wel gewoon dat het allemaal hartstikke leuk wordt en goed komt. Ook heel mooi is dat maatjes ook na het project elkaar nog zien. Dus bijvoorbeeld worden maatjes uitgenodigd om samen het suikerfeest te vieren. Wonen de eindmusical bij. En ook heel leuk is dat maatjes ook meegaan bijvoorbeeld naar open dagen van de middelbare school. Ik heb er wel uitgenodigd voor de eindfilm. En ja, je mocht een paar mensen uitkiezen.